Het ons houden aan de coronamaatregelen ging eigenlijk heel erg goed. We hielden afstand, mondkapjes hadden we netjes om. En eigenlijk is dat 11 maanden prima gegaan. Tot halverwege januari, waarop het eigenlijk misging. Op maandag kreeg ik klachten en ben ik naar huis gegaan. Op woensdag bleken er nog veel meer mensen besmet te zijn en is de Strekkerweg per direct voor 5 dagen dichtgegaan. Wat de mensen hier doen is werken, iets leren en als het goed is uitstromen naar andere banen. Bestaanszekerheid bestaat voor de mensen die bij ons werken niet alleen uit geld, maar ook gewoon uit het hebben van structuur, collega's, een baas om op te mopperen. Al die dingen zijn belangrijk. Dus werk is heel essentieel in bestaanszekerheid. Ik wou even zeggen dat we op ongeveer een kantelpunt zijn. Het vaccineren is begonnen en dat voelt toch als een soort van opluchting, dat ik minder kwetsbaar ben daarvoor. Ondanks dat we vaak niet live aanwezig zijn, heb ik wel het gevoel dat we het wel met elkaar aan het doen zijn. Wij samelen een half jaar textiel in. Dat doen we in Amsterdam Centrum en Museumkwartier. Ik hou gewoon van contact maken gewoon met mensen. Dit is een van de leukste afdelingen van Panther. Het is gewoon uitdagend werk. Zodra je in de groene werk, je maakt gewoon apotheken. Ook wat voor de stad en ook voor de buren. En de buren letten ook op wat je doet. Begrijp je? En als je het doet, geven ze je ook altijd een compliment. Mijn groep, ja, die is mij heel dierbaar. Weet je, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Mijn groep is mijn groep. En die groep, ja, weet je, daar doe ik alles voor. En dat stukje is wel voor mij heel belangrijk. Ik zit in de schoonmaak. We zijn net begonnen met een nieuw team, dat heet het mobiele team. Dit heeft me wel een beetje meer op de goede plek gebracht, zeg maar. Maar dankzij het werk bij Panther ben ik ook van mijn schulden af en alles. Dus ja, het gaat alleen maar de goede kant op. De gemeente Diemen is gestart met de vernieuwbouw ook van hun sporthal. Dat is een aanbesteding uitgeschreven. En in de aanbesteding wordt ook altijd genoemd dat er een x-percentage social return moet plaatsvinden. Nou, van daaruit zijn wij in gesprek gegaan ook met de aannemer die de aanbesteding heeft toegewezen gekregen. En gekeken ook van nou, hoe kunnen we nu meerwaarde creëren voor enerzijds de gemeente Diemen in de producten ook die we voor de sporthal gaan produceren. Maar uiteraard natuurlijk ook voor de aannemer zelf. Van daaruit hebben we hartstikke mooie producten ook gerealiseerd. De zorgbrigade is opgezet door de gemeente Amsterdam om medewerkers op te leiden voor een baan in de zorg. De hulp die we bieden is gratis voor de ouderen. En de bedoeling is dat de ouderen iets terug doet voor de medewerker. Voor mij betekent heel veel. Ik was niet op school, niks aan het doen en zo. Nou, maar nu ben ik echt hard bezig. Ik denk dat wij een hele leuke module en een model hebben gevonden waarop je als sociaal ontwikkelbedrijf kunt samenwerken met een commerciële organisatie. Ja, ik kan alleen maar alle bedrijven die de werkzaamheden hebben die dat toelaat, dan kan ik alleen maar proberen te enthousiasmeren om dat te doen. Het raakt me wel. Ik zie wel mensen dat ze echt wel heel blij zijn dat ze mogen werken. We zijn zeer tevreden over Panther. Ik zou het zeker een ander bedrijf aanraden. Zeker.